5 ondernemerslessen in 20 minuten. Dat is het format van ondernemerslessen. En we duiken in de wereld van online video en YouTube. En dat doen we met onze gast Fabian Vrijkin van FJ, mag ik zeggen. Hè? Yes, FJ, FJ voor vrienden. Yeah. Maar in de volledige is het FJ... Creative Digital Production. En dat is wat jullie doen. Yes, dat is zeker wat we doen. En we hadden net in het voorgesprek al over, zullen we het YouTube of online video noemen? Want voor jou is online video breder dan alleen maar YouTube, hè? Nee, ja, zeker. Wij zien video eigenlijk, of YouTube en online video, als videomarketing. Dat is de combinatie tussen productie en marketing als strategie om de doelgroep online te bereiken en te activeren. En daarvan is YouTube onderdeel om je video's te verspreiden. En een belangrijk onderdeel kan het zo. Zeker. Het is ja. Een redelijk druk stationnetje. Zeker weten. Ja. Ja. Voor wat voor soort klanten doen jullie dat? Wij werken voor MKB-bedrijven, maar ook voor aanmerkers zoals KLM en Albert Heijn. Oh, ja. En steeds meer ook met reclamebureaus samen. Hey, je bent begonnen toen je 10 was of zo? Want hoe oud ben jij nu? Ik ben nu 23. Ja? En ik ben begonnen toen wij 16 waren samen met mijn tweelingbroer Jasper. Met je tweelingbroer? Ja. Ja. Leuk. Ja. Hey, en mocht je toen al ingeschreven bij de KVK? Nee, toen was mijn vader mee. En toen vertelde de KVK-adviseur dat we beter winkelwagenmuntjes konden gaan verzamelen. Nee. Ja. Toen? En toen zijn we het gewoon gaan doen. En vanuit die hobby is gewoon het FJ gaan groeien tot waar we vandaag doen. En de F staat voor Fabian en de J staat voor Jasper. Ja, exact. Je tweelingbroer. Ja, ja. Oké. Okay. En was het robotje vechten voor wie hier mocht zitten? Of wordt dat een soort... Nee, ja, ik was als eerste. Nee, hoor. Nee, we doen dit gewoon af en toe. We wisselen het gewoon af. Okay. Ja, ja, zeker. Je hebt 5 lessen meegenomen en daar gaan we het over hebben. Ja, in 20 minuten. De eerste les. 1 video is geen video. Dat is niet waar, hè? Dat is zeker waar. Oh, ja, dit uit. Is echt ons credo van, vanuit FJ. Omdat we gewoon heel erg geloven dat met 1 video kun je niet een hele de doelstelling van de klant bereiken. Want wij werken vanuit FJ met de video customer journey die we hebben ontwikkeld. En wij vinden eigenlijk dat op elke fase binnen die reis een ander soort video nodig is. Dat klinkt ook heel commercieel, hè? Dat ik kom als klant bij jou en ik zeg van joh, ik wil een videootje. En dan zeg jij, hé, maar 1 video is geen video. Ja. Maar hoezo de hele customer journey? Ik ben een pak een beet. Ik ben een, noemen ze een MKB-klant van jullie? Inbox storage bijvoorbeeld. Ja, opslag. Ja, en wat is dan de customer journey en hoe vertaal je dat dan in meerdere video's? Nou ja, daar kijken we bijvoorbeeld van wat is de doelgroep, wat is de doelstelling. In dit geval awareness creëren, waar YouTube een heel goed middel voor is. En dan kijken van oké, wat is nou het probleem of het verhaal wat we vanuit de inbox storage kunnen vertellen aan hun doelgroep. En op basis daarvan gaan we eigenlijk aan de slag met oké, wat voor soort verhaal gaan we verspreiden. En dat, want het gaat om het verhaal. Het gaat zeker om het verhaal. Het verhaal is echt core. Ja, ja, ja. En hoe geef je dat dan vorm in zo'n geval van dat bedrijf? Door in eerste instantie goed inzicht te hebben in wie is de doelgroep. Ja. Dus wie wil je bereiken. En door met de klanten in gesprek te gaan van hey, wat denken jullie dat het probleem is. Maar ook vooral met onze inzicht en expertise te kijken van wat denken wij dat het probleem is. En met onze ervaring. Wat voor soort video we kunnen gaan produceren. En wat heb je voor hun gemaakt? Een animatievideo, ja. Oké, ja. Dus geen live action, dus niet gewoon videobeelden, maar een animatie. Ja. Over het concept. Over het concept, ja, hoe het werkt. En dat is een langere variant video geworden en een kortere variant. Wat als een videocampagne de wereld in is gebracht. Is dat duur, animatie? Het is zeker niet duur. Nee, nee. Video is heel, een heel toegankelijk middel. Maar ik hoor altijd dat video heel duur is. Ja, dat wordt vaak gezegd, maar dat is niet... Wat kost dat dan? Nou, vanaf €1500 heb je bijvoorbeeld al een video die je kunt laten produceren. Ja. Okay. En wat voor, je noemt nu animatie, maar wat voor soorten video's maken jullie veel? Wat voor productachtige, is het veel productdingetjes, is het interviews, is het animaties? Ja, nee, goede vraag. Het is vooral veel verhalende content, waarin we kijken van oké, hoe kunnen we dit verhaal nou het beste uiten? En wij hebben gewoon een passie voor video, dus wij kijken heel erg van oké, kunnen we hier bijvoorbeeld een webserie voor maken? Of kunnen we een commercial vormen? Of gaan we inderdaad how-to-video's produceren? Maar dat is dus geheel afhankelijk van het doel en de doelgroep die we willen bereiken. Maar bottom line, 1 video is geen video. Nee. Oftewel, ben je daar ook heel consequent in? Ja, zeker. Dus als er een klant komt en zegt ik wil 1 video, dan zeg je, daar heb je dus eigenlijk niet veel aan, dat gaan we niet doen. Maar denk maar zelf aan je eigen klantreis of als je op straat loopt. Als jij 1 billboard ziet, dan ga je ook niet aan de hand van dat billboard je koopbeslissing maken. Je hebt gewoon vaker online bepaalde touchpoints nodig, waardoor je ook als doelgroep wordt geïnspireerd en daarna wordt geactiveerd met het dan wel aanvragen van informatie, het achterlaten van je e-mailadres of het kopen van je product. En daar moet je die doelgroep een beetje voor triggeren.
Want die consument prikt veel eerder door doordachte campagnes heen dan dat je ze een echt en authentiek verhaal vertelt. In aanvulling op je tweede les, hè, daar, je hebt het eigenlijk al een beetje gezegd, hè, maak YouTube onderdeel van je klantreis. Ja. Kun je nog eens een voorbeeld noemen hoe je dat dan doet? Hoe we dat doen is door in eerste instantie te kijken hoe je huidige marketingstrategie eruit ziet. Want dat is heel belangrijk en dat is ook vaak een veel voorkomend probleem van onze klanten. Is dat ze heel graag met videomarketing aan de slag willen, maar niet weten hoe ze dat nou injecteren op een huidige marketingstrategie. Maar als jij al een marketingstrategie hebt, dan kijken we gewoon heel strategisch van wat zijn nou aansluitpunten of touchpoints waar we op kunnen inhaken met een stukje video. En dat kan iets heel kleins zijn, wat we ook efficiënt kunnen produceren of vaker kunnen laten terugkomen. Denk bijvoorbeeld aan Bluebiz voor KLM, het loyaliteitsprogramma. Daarin hebben zij een bestaande e-mailmarketingstrategie. En wij hebben eigenlijk met onze expertise vanuit videomarketing 5 fases gekozen die de business-to-business klant in dit geval gaat overtuigen om bijvoorbeeld meer Blue Credits uit te geven. Daar hebben we Anna voor ontwikkeld. Anna is een online account manager. Zij spreekt 4 talen. Zodat we en voor Alitalia, voor Air France, voor KLM ook een eigen Anna hebben die Italiaans praat. En die begeleid je helemaal door dat traject heen. Door middel van een talking head en animatie. En gepersonaliseerde video. Staat natuurlijk altijd bij bereik. Hè? Ja. Veel ondernemers hebben wel het idee van ik zet mijn filmpjes op YouTube en ik word beroemd, zeg maar. Hè? Want het is daar heel druk. Hoe regelen jullie dat het onder ogen komt van de juiste doelgroep op het juiste moment? Nou, door dus in eerste instantie heel goed te weten van wie is je doelgroep en wat is je doelstelling. YouTube is een platform om in te zetten als je echt awareness wil creëren en bereik wil opzoeken. Maar is je doelstelling bijvoorbeeld om kliks te genereren of mensen naar je eigen website te krijgen, dan zijn externe players bijvoorbeeld veel belangrijker. Zoals? Wistia bijvoorbeeld of Vimeo. Dat soort players. Hmm. Die genereren niet in eerste instantie zeg maar de kliks. Want of die genereren juist de kliks omdat je vanuit je marketinguitingen je eigen players ook inzet. En bij YouTube is vaak zo dat gebruikers in YouTube blijven hangen. Want YouTube is het social platform waar YouTube wil dat je daar blijft en niet naar jouw website gaat. Of bijvoorbeeld van jullie YouTube-kanaal naar 7digits.nl gaat. Mm-hmm. Ja. Maar kijk, YouTube is heel druk. Ja. Maar tegelijkertijd is het niet zomaar druk op jouw video's. Want 9 van de 10 video's die ik natuurlijk zie, die hebben 39 views. Ja. Ze worden natuurlijk naar binnen de verhalen gaan altijd over de influencers en de gasten met het grote bereik. Hoe zie jij bereik? Wat wij als bereik zien, zijn eigenlijk vertoningen. Dus we kijken naar hoe vaak kunnen we bijvoorbeeld een video vertonen aan de doelgroep en weergave. Dus aan wie hebben we hem daadwerkelijk vertoond. En dat kunnen we bijvoorbeeld heel goed inzichtelijk maken in YouTube door de kijkersloyaliteit te meten. Hoe loyaal is nou de kijker aan de video? En voor ons is dat minimaal, moet dat 75% zijn. Wat wil dat zeggen? Dat van alle Dat van alle weergaven 75% van het aantal weergaven ook daadwerkelijk of de video voor 75% heeft bekeken. Okay. Dat is voor ons een soort Maar dan heb je het over wat en hoe lang is dan een video? Gemiddeld 1 minuut 30 bijvoorbeeld. Dan is 75% ook zo voorbij, hè? Ja, het is zo voorbij. Ja. Koop jij ook bereik op een YouTube? Ja, wij kopen ook bereik door het creëren van videocampagnes en video AdWords campagnes. Ja, ja. Ja. En daarmee kun je dus heel specifiek targeten ook op de mensen die je wilt inspireren. En door wat je ook zei van, is het nou heel druk? Wij weten dat het heel druk is. Maar door bijvoorbeeld video zoekwoordenonderzoeken te doen, weten we ook heel goed waar mensen op zoeken. Dus als je bijvoorbeeld een private lease maatschappij bent en mensen zoeken op wat is private lease, is dat een kans om natuurlijk je video daar te laten zijn om antwoord te geven op die vraag. En dat zijn ook voor veel MKB'ers al heel interessante opstart formatjes om zelf met video ook aan de slag te gaan. Ja. Het is ook een beetje trial and error. Is het duur adverteren met YouTube? Nee, zeker niet duur. En als je het vergelijkt met Search Engine Advertising, SEA, is het veel goedkoper. Want je betaalt per view, dus per weergave, ongeveer 0,2 cent. Nou, dat is te overzien. Ja. Dus, een stuk goedkoper dan Google dus, eigenlijk. Ja, in vergelijking met je SEA daar, want dit doen we ook wel via Google. Precies. Ja. Het is hetzelfde bedrijf. Exact, ja. Visualiseer een eigen authentiek verhaal, je derde ondernemersles. Vertel.
de core is het verhaal wat je vertelt, ja, uiteraard. Ja, maar dan, ja, maar dan moet je het wel hebben. Je moet het wel hebben, exact. Ja. En soms... en ook nog authentiek. Ja, ook authentiek. Want jij had authentiek met quotejes geschreven, hè? Ja. Maar eigenlijk, authentiek is toch authentiek? Ja, nee, klopt. Maar goed, we kunnen ook een authentiek verhaal creëren. Ja, maar dat is niet authentiek. Dat is niet authentiek, maar we kunnen wel nadenken. Tuurlijk, we maken reclame. En zeker als we met bureaus aan de slag zijn, dan maken we ook een verhaal soms net iets mooier dan het is. Maar waardoor de consument wel denkt, oké, we kijken naar een echt en oprecht verhaal. Want wij vinden dat we steeds slimmere video's moeten maken voor die kritisch wordende kijker. En die slimmere video's, het stukje productie en marketing en die kritisch wordende kijker, dat is dus die consument die steeds eerder door doordachte campagnes heen prikt. En met dat gegeven, als je dan ook aan de slag gaat voor bijvoorbeeld een bedrijf en op die manier ook nadenkt over een verhaal, dan komen daar mooie, mooie inzichten uit. Of door bijvoorbeeld gewoon echt bij de Erasmus Universiteit hebben we bijvoorbeeld een project gedaan met 5 echte studenten. Mm. En hun verhaal, dat te visualiseren. En we zien dat dat werkt, wat dat die doelgroep aanspreekt. Die willen gewoon naar een echte student luisteren en op die manier horen, hey, wat kunnen we nou op de Erasmus Universiteit doen? Zoals de Albert Heijn campagne nu, die de commercials maakt met echte mensen. Ja, ja, nee, exact. Of Appie Today, hun YouTube-channel. Ja. Nou, dat is een super branded kanaal, wat het super goed doet. Met inspirerende verhalen, met echte medewerkers. En dat werkt. En lukt dat bij elke klant? Een authentiek verhaal maken? We proberen het uiteraard wel. Maar vaak is soms de content ook functioneel. Zoals bijvoorbeeld how-to-video's. Ja. En dat zijn ook mooie dingen om voor ondernemers zelf mee aan de slag te gaan. Dan krijg je supportlijn vaak vragen. Nou, maak daar korte frequently asked questions video's van. Die je weer fijn op je YouTube-kanaal kunt zetten. Een mooie afspeellijst erbij. En op die manier heb je al... zet je YouTube in als middel binnen je marketingstrategie om je doelgroep ook gewoon van die kennis te voorzien. Maak gebruik van de YouTube-eindschermen. Wat zijn dat? Nou, de YouTube-eindschermen zijn de call to actions onder de YouTube-video's op het eind. Die kun je helemaal zelf inrichten, toch? Ja, die kun je helemaal zelf inrichten. Minimaal kunnen ze in de laatste 20 seconden van je video erin. Dus je video zelf moet minimaal 25 seconden zijn. Maar het is een hele mooie manier, omdat het voorheen niet kon. En omdat meer dan 80% van alle videokijkers mobiel zit. Om mensen door te laten klikken naar bijvoorbeeld een landingspagina van je website. Of de abonneerknop daar goed in te representeren. Dus je kunt daarin bijvoorbeeld een button zetten. En die kunt erop klikken en dan kun je naar je website toe. Dus het is ook een verhoging van het klikkenpercentage in al je video's. En dat kun je per video, per playlist, per heel kanaal, kun je dat allemaal flexibel inrichten? Ja, nou, je moet minimaal voldoen aan 2 elementen. Dat is een button, abonneerbutton bijvoorbeeld, of een doorlinken naar je pagina. En in combinatie met een video waar je naartoe linkt. Ja, ja. Dat is een beetje de criteria die YouTube nu hanteert. Maar dat verandert best wel vaak ook. Ja. Zijn er nog meer tips als het gaat om het YouTube, je hebt het nu over YouTube-eindschermen. Ja. Heb je nog een paar praktische tips voor een YouTube-kanaal? Of wat zijn dingen waarvan je tegen de comment zit te kijken van... Oh, ja, gasten. Nou, dat begint met überhaupt bijvoorbeeld een zakelijk YouTube-account aanmaken. Veel klanten hebben het probleem, dan komen ze van ons, hebben ze een privé YouTube-account gemaakt. Ja. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. En om rekening mee te houden dat je een goede kanaalteaser erin zet. Gewoon een over-ons tekstje. Dat zijn allemaal elementen die Google indexeert om jouw kanaal in zoekresultaten naar boven te laten komen. Oké. Ja. Doen jullie dat ook? Ja, doen wij zeker. Ja. Mm. We zijn YouTube certified. Dus dat houdt in dat 70% van alle mensen die bij ons werkt ook snapt hoe een kanaal moet worden ingericht en geverifieerd. En kun je nog geld mee verdienen ook, zeg maar, met YouTube filmpjes? Ja, zeker. Je kunt inkomsten genereren. Alleen dan moet je wel een best wel hoog bereik hebben. Minimaal 10.000 weergaven om dat ook te kunnen activeren. Op je kanaal? Op je kanaal. Oké. Ja, en dan kun je een x-percentage... per view eigenlijk verdienen van YouTube. En wat verdient dat dan? Ja, dat verschilt heel erg per bereik. Maar dat durf ik nu even niet iets exacts over te noemen. Nee. Maar dat is eurotjes per 1000 of zo? Of zoiets, ja. Je wordt er niet in één keer schatrijk van. Nee, jammer. Dan gaan we door naar de laatste. Optimaliseer je video's met relevante titels en tags. Ja. Wat zijn tags? Tags zijn eigenlijk een trefwoord exact die we toevoegen aan de video. Want wat je wil is dat je YouTube zoveel mogelijk vertelt over waar je video over gaat.
Dus zoals je bijvoorbeeld je website ook inricht op het gebied van SEO, Search Engine Optimization. Ja. Dat kan je ook met video SEO, zoals wij het noemen. Maar is het dan zoveel mogelijk tekst erin jassen? Of, nee, minimaal 10, want je moet het wel relevant houden. Minimaal 10? Minimaal 10, ja. Ja, ja. En, maar waarom geen 3? Nou ja, dat is net iets te weinig. Oh. Dat in die 3 trefwoorden ga je waarschijnlijk niet helemaal vertellen waar je het in de hele video over hebt gehad. En, maar, je moet ook, maar ook weer niet te veel? Ook niet te veel. En waar zou je pak deze video eens? Als je nu deze video marketing, 7 ditches, ondernemers, ondernemerslessen. Maar ook jouw naam bijvoorbeeld? Jouw naam zeker zou ik ook doen. Ik denk dat er ook veel op jou wordt gegoogeld. Ja, gekhuis. Van YouTube wordt ingetipt. En, dus, en moet je dat dan elke keer handmatig doen? Ja, dat is iets wat handmatig moet worden gedaan. Maar je kunt wel in YouTube zelf ook een bepaalde template-structuur aanmaken. Dus als je steeds video's met een beetje dezelfde inhoud publiceert, dan kun je die standaard wel meenemen. Ja, ja, dus dat je een aantal tags tot default al in laat zetten. Ja. Als het, okay. En een goede tip is ook nog om de ondertiteling toe te voegen. Dus het script van deze video uit te typen. En dat als script toe te voegen aan je video. Want daarin pakt Google ook alle woorden. En dat neemt hij weer mee in de indexatie in Google. Dus als wij iets noemen in ons gesprek, dat pakt Google ook mee. Want die weet, hey, die video, daarin wordt dit en dit besproken. En dat neemt het algoritme van Google ook weer mee. Dus als je gaat zoeken op video en Ronnie, dan zou je deze videomarketing en Ronnie bijvoorbeeld, dat deze video ook boven in de zoekresultaten tevoorschijn komt. En moet je dat dan als, dan kun je dat gewoon in tekstveld mieteren? Of hoe doe je dat dan? Nee, je kunt echt de SRT-files, zoals we die noemen. Oh, dat zijn technisch je ondertitelingsbestand. Ja, exact. Die voeg je toe en die inhoud neemt hij dan ook mee. Maar die zie je dan ook? Ja, die zie je ook, ja. Oh, ja. Oh. Ja, dat zie ik ook steeds meer. Iedereen ondertitelt maar de video's. Dan denk ik van, ik kan Nederlands, hoor. Ja, maar mensen kijken zonder geluid. Dat zeg ik, natuurlijk. Dat snap ik wel. Ja. Maar ik denk, vraag het even. Ja, inderdaad. Maar dat komt met name, want hoe belangrijk, tot slot, hè, dat staat niet in je lessen, maar hoe belangrijk is mobiel? Heel belangrijk, ja, zeker. Ik bedoel, er wordt ook, nu we dit gesprek hebben, 500 uur aan videocontent geüpload elk minuut. In 2017 bestaat 74% van het internetverkeer uit online video. En al die mensen is gewoon, zitten online, zitten mobiel. Dus je moet er gewoon rekening mee houden dat als je aan een video begint, dat je weet, oké, mijn doelgroep gaat deze video waarschijnlijk zometeen via zijn mobiel bekijken. Mm. Dus ook voor jezelf, test gewoon of die video ook op een mobiele telefoon de boodschap overbrengt die jij wil overbrengen. Mm. En het gevoel achterlaat wat jij ook wil, dat je qua gevoel achterlaat aan de kijker. En wat zeg jij tegen de allerlaatste vraag, hoor, maar dan denk ik wel eens, dan zie je ondernemers wel eens kijken en denken ze, ik heb al druk genoeg. Ja. Moeten ze dan alles bij jullie neerleggen? Wij streven er wel naar om dat bij ons te doen. Omdat het niet alleen maar het concept is, niet alleen maar de productie is, maar ook een stukje activatie en optimalisatie. Om dat vanuit één visie ook beter pakken. Dus ik raad dat wel heel erg aan, om dat wel in één keer goed te doen. En dus onderdeel te maken van je huidige marketingstrategie. Om ook het beste resultaat ervoor te behalen. Het is geen one shot. Nee. Dit is iets wat een long-term strategie vereist. Ja. Om ook je doel te kunnen behalen. Ja. En de resultaten van te kunnen zien. Ja, je bent er continu mee bezig. Je bent er continu mee bezig, ja. En dat moet je ook leuk vinden. En anders dat misschien aan iemand anders overlaten. Die het wel leuk vindt, ja. Zoals jullie. Zoals wij bijvoorbeeld. FJ. Dankjewel Fabian voor je verhaal en voor je ondernemerslessen. Ja, dankjewel Ronnie. Yes. En dankjewel voor het kijken naar weer een aflevering van Ondernemerslessen. Kijk voor veel meer ondernemerslessen op 7ditches.tv of download de app. Of ga naar ons YouTube-kanaal. Jawel, dankjewel voor het kijken. Hoi.